We zijn bij de plantenschuit. Er wordt een nieuwe poging ondernomen om hem vlot te trekken. De vorige keer is het niet gelukt met een kraanwagen en pompen. Hoe gaan jullie het aanpakken? We gaan het, zoals je ziet, we gaan het gat groter maken. En dan gaan we met 2 A3 pompen, die ongeveer 60 kuub per uur pompen, gaan we kijken of we het water eruit kunnen krijgen. En hoe krijg je hem dan weer recht? Als het goed is, gaat dat vanzelf. He, als het water eruit is, dan moet hij weer recht komen. Volgens de eigenaar is het een klein gaatje wat erin zit. Dus we gaan het gewoon proberen. Jullie zijn hierin gespecialiseerd? Ja, wij doen niet anders als bergingen en dit soort andere... op het water, zullen we zeggen. Alles op het water, dat doen wij. Het moet goed komen? Ja, er is nog nooit een schip blijven liggen. Hoe lang gaat het duren, denk je? Nou, ik durf geen tijd te zeggen. Het is nu even kijken, je ziet het, zit nu ook heel eventjes tegen. Maar als wij eenmaal aan het pompen zijn en het water komt er niet harder in als dat het eruit komt, dan zou die met een paar uur naar boven moeten komen. Eigenaar Martijn van Halen staat hier. Je kon vanmorgen eigenlijk wel heel vrolijk aan hier. Ja, ik heb er wel vertrouwen in dat deze mannen de klus kunnen klaren. Dus en zoals je ziet, het gaat niet heel hard, maar gestaag gaat het vooruit. Dus wat dat betreft zijn we positief. Weet je al precies wat er gebeurd is? Een combinatie van factoren. Dat zit waarschijnlijk net onder de rand. Dus normaal gesproken ruim boven water. Iets een slechte plek. Het eerste stuk hier is de eerste 1,5 meter is maar een centimeter of 50 diep. Dat is echt, ik ben erin geweest. Nou, ik kwam tot aan mijn knieën in het water en meer niet. Ik heb daar een aanhanger staan. Daar heb ik normaal gesproken de voorraad in. Sinds een ruime maand mag dat niet meer van de gemeente. Dus alles stond aan boord. Dus hij lag wat dieper dan normaal. Nou ja, en dan vorig weekend zijn ze een buffer gaan creëren vanwege het slechte weer op dat moment. Is het waterpeil meer dan 20 centimeter gedaald. Is de schuit op de bagger blijven hellen. En we water gaan maken. Nou ja, op een gegeven moment liep het over het dek heen via de inspectieluiken naar binnen. Ja, dan hou je het niet meer. Dus dat is, Vorige week een poging gedaan met een kraan en alles. Ja, de kraan die kreeg geen grip. De kettingen gleden eraf. En ik had er zelf maar 1 pomp bij, dat was ook te weinig. Maar zoals je ziet, deze mannen die hebben daar net even wat meer ervaring in. Je seizoen is nu wel een beetje over, hè? Ja, dat zou nog 4 weken zijn. Dus ik ga nu voor die laatste 4 weken niet meer open. Dat heeft geen nut meer. Maar sowieso, als die dadelijk weer drijft, dan moet die opgeknapt worden. En verwacht ik hier met de kerstbomen in ieder geval gewoon weer open te zijn. Is het een grote schadepost? Dat moet nog blijken. Sowieso natuurlijk 5 weken inkomsten. De laatste omzet en uitverkoop, dus eigenlijk de winst. Dat is jammer. De schade aan de hele opbouw, zoals je kunt zien, is er een hoop hout beschadigd. Dat zal vernieuwd moeten worden. En we moeten even kijken naar de staat van de schuit zelf. En als die toch slechter is dan dat ik dacht, ja, dan wordt het een behoorlijke schadepost inderdaad. Ja. Afgelopen weekend heb je uitverkoop gehad van de plantjes. Is dat gelukt? Ja, er zijn ontzettend veel mensen hierheen gekomen. Dat was heel fijn. Uiteraard alles voor een veel scherpere prijs weggedaan dan normaal. Maar in ieder geval hebben alle planten nog een bestemming gekregen. En ontzettend veel steunbetuigingen. Dat is ook heel fijn. En nu positief weer verder? Ja, tuurlijk. Ik ben altijd positief. Het is een boot, het is maar geld. Dat overleef ik allemaal wel weer. En volgend voorjaar is de schuit gewoon weer open. Ja. Nou, we zijn een paar uur verder. Hij is wel een beetje gedraaid, maar hij ligt nog niet goed, hè? Nee, klopt. En we hebben geconstateerd dat er achter een gat in zit. Dus dat het net zoveel water inloopt als dat wij eruit pompen. Dus er komen nu nog wat grotere pompen aan, gaan we het mee proberen. En er is een kraanwagen besteld. Toch hijsen? Ja, we gaan hem toch hijsen dat hij recht komt en dat we dan leeg kunnen pompen. En dan het lek boven zien te krijgen. Letterlijk, hè? Letterlijk en figuurlijk.